Corona treft de mens, de economie en ook de sport, waaronder het wielrennen. In de Kempen, een wielergebied bij uitstek, is alle wielrennen gecanceld. Over de gevolgen hiervan wil Kempen TV de komende tijd enkele betrokkenen een podium geven. In deze reportage John van den Akker, oud-wielerprof en winnaar van de Omloop der Kempen van 1986. En tegenwoordig wielermakelaar. Ja, mijn naam is John van den Akker. Ik ben bekend als wielrenner, ex-wielrenner. En ik ben steeds werkzaam in de wielrennerij. Zal het daar misschien wel uitgebreid over hebben. Ik kom uit Veldhoven. Mijn familie komt uit Zeelst, waar we nu ook zijn. En ja, nogmaals, mijn passie is sport en met name wielrennen. Ja, we zijn nu bij het Museum het Oude Slot. Ik woon hier vlak om de hoek. Dus vandaar deze locatie ook gekozen heb. Maar het is ook een soort van, misschien wel een vergeten hoek voor de mensen in de camp. Het is een prachtig museum. Het is een prachtige locatie. En wij hebben hier ook een aantal jaar geleden met Omloop der Kempen, waar ik ook deel uitmaak van de organisatie, hier een tentoonstelling gehad. En ja, het leek me een leuke plek om hier het interview te doen. Ik heb een opleiding gehad, HAVO-MEO zeg maar, dat was mijn vooropleiding in de commerciële richting, commerciële kant. Maar toen ik eigenlijk verder wilde gaan studeren, kwam ik al terecht in de wielersport en kon ik beroepswielrenner worden. Dus ik heb ben niet verder geraakt dan de middelbare school. En na mijn actieve carrière ben ik eigenlijk vrij snel weer gerold in het vak wat ik nu doe, bemiddelaar bij wielerwedstrijden. Ik heb daar naast wel wat opleidingen gevolgd, of in ieder geval wat cursussen gevolgd, maar verder als middelbare beroepsopleiding ben ik niet gekomen. Ik ben in aanraking gekomen met wielerfiets op de middelbare school inderdaad, de HAVO, Anton van Duinkerke College hier in Veldhoven, die hadden een tourclub. Ik had een racefiets, daar fiets ik af en toe op met wat vriendjes. En ben met die tourclub begonnen en heel enthousiaste mensen, enthousiaste docenten. En ja, ik ben eigenlijk via die tourclub aangekomen met een jongen die wedstrijden deed fietsen. Die kwam hier ook uit Zeelst. Die fietsen bij de MWB, Brabantia wielerclub hier uit Zeelst. De MWB is dus een andere wielerbond dan de KNWU. En die maakte overstap naar TWC Tempo, ging bij de KMU rijden, die jongen, en vroeg of ik zin had om mee te doen, en, of mee te gaan. En ja, ik denk, nou, lijkt wel leuk om een keer te proberen, maar ik voetbalde nog en ik wist niks van wielrennen. En ik dacht, van, nou, dat kan ik mooi wel combineren. Dan doe ik zaterdag voetballen en zondag wielerwedstrijdje fietsen. Dat moet wel lukken. Nou, ik kwam er al vrij snel achter dat wielrennen iets meer tijd kost dan voetballen, dat ik er iets meer voor moest trainen. En ook de wielerwedstrijden op zondag, terwijl ik dag en vorige voetbalwedstrijd had gespeeld, dat was niet zo'n goede combinatie. En zeker niet na de eerste valpartij die ik meemaakte. Toen had ik snel door dat ik een keuze moest gaan maken. Je kiest uiteindelijk voor wielrennen, als je een keuze moet maken tussen voetbal en wielrennen, omdat op een gegeven moment zie je dat er wat vooruit gaat en dat leuk is. En iets wat waar je zelf je kracht in kwijt kunt. Ja, het is moeilijk om uit te leggen waarom dat komt, maar in 2-3 maanden tijd was ik in één keer helemaal om. Had ik die wielerbacil te pakken, zoals ze dat zeggen. En ja, het was een keuze snel gemaakt en mijn omgeving snapte er helemaal niks van. Dat ik ging stoppen met voetballen, dat was mijn passie. Mijn ouders waren altijd aanwezig, maar dat is bijna niet te voorkomen. Omdat je hebt je ouders gewoon nodig als wielrenner zijn, hè. Je moet je verplaatsen. Naar trainingen toe, maar vooral naar wielerwedstrijden toe. Ja, voetballer is wel makkelijker, hè, dan fiets je naar het sportpark en er wordt voor jou gezorgd. Maar mijn familie heeft vanaf het begin aan achter die keuze gestaan. En dat was nodig nogmaals. Hè. Elke weekend reden we heel Zuid-Nederland rond en België rond. Dus, ja. Ja, zoals ik al zei, ben ik dus bij Tempo begonnen. Hè. Dan kom je in aanraking met jouw eerste trainer, zeg maar, en de mensen die jou verder helpen. En de eerste training die ik kreeg bij Tempo was van Gerard de Bak, oud beroepsrenner ook.
En die leerde meteen al heel veel. Die ik wist over te brengen hoe hard de sport was, maar ook hoe je geval kon leven. En je pakte dat vrij snel op, zeg maar. Hè. En dan, ik had wel heel veel moeite in het begin met het rijden in een groep, in een peloton. En dat heeft eigenlijk ook echt 2-3 jaar geduurd voordat ik echt wel in klassiekers en grote wedstrijden, zeg maar, mezelf kon manifesteren. Dus eigenlijk pas begonnen als 18-jarige, 19-jarige, toen ik overstapte naar de amateurs en terechtkwam in de ploeg van Jo van Aarle. Toen ik bij de junioren ging rijden, nog steeds bij TWC Tempo, toen werden de uitslagen steeds beter. En klassiekers kon ik af en toe in een prijsje rijden. Maar het was nog niet goed genoeg eigenlijk om bij een grote ploeg terecht te komen. Ik kon wel 7 wedstrijden als junior. Ik werd ook districtskampioen in Hapert. En nogmaals, was het net niet goed genoeg om echt bij de topploegen te komen. Maar ik kan me nog herinneren dat in september was Omloop van de Zuiden, een wielerklassieker hier in Oosterbeers. En daar kwam de ploeg Jo van Aarle, ploegleider Piet van der Kruis. Die kwam scouten, kwam kijken wat voor renner ik was. Maar die dag was het helemaal windstil, prachtig weer. En gesloten peloton en het werd uiteindelijk ook een massasprint. Dus er is niks gebeurd. Alleen halverwege de wedstrijd viel ik. En ik raapte mijn fiets op en mijn spullen achter in een zak en ik op mijn fiets op en ik moest terugrijden naar het peloton. En ik ben daar eigenlijk gewoon geschouwd, zeg maar, van dat terugrijden van na een valpartij naar het peloton toe. Zo snel mogelijk tussen de wagens over, door de wind heen. En Piet van der Kruis zat toen in de neutrale materiaalwagen van Jan van Erp. En die zag van, ja, hij toch wel iets in zijn mars. Dus ik ben eigenlijk daarop gescout. Dus, geluk bij een ongeluk. Hè? En toen ben ik dus gaan rijden bij de ploeg van Jo van Aarle, als amateur. En daar heb ik het eerste jaar echt ontzettend veel geleerd. Toen leerde ik echt pas echt wielrennen. We gingen etappekoers rijden in het buitenland. De ploeg nam me mee in klassiekers, ook in de waaierklassiekers waar ik eigenlijk niet zo goed in was. Maar dan nam de oude renners me mee om zo in die eerste waaier te komen. En door het rijden van die grote wedstrijden en het rijden van grote etappekoersen wordt jouw motor ook groter. Je krijgt meer ervaring, je krijgt een grotere inhoud en langzamerhand zie je dan zelf stappen maken. Of eigenlijk heb ik in 2 jaar tijd heel erg veel stappen gemaakt. Want ik won in mijn eerste wedstrijd ook al 5 wedstrijden, onder andere een proloog in de Omloop van de Mijnstreek. En in mijn 2e jaar won ik al Omloop de Kempen hier in Veldhoven, dus als 19-jarige jongen. Dus ik heb best wel snel eigenlijk daardoor stappen kunnen maken. Het tactische wat je dan leert in zo'n ploeg, en we zien het nog steeds terug in het hedendaagse wielrennen, is altijd proberen met meerderheid in de kopgroep te komen, proberen een sprinter achter de hand te houden, pionnen vooruit te schuiven. Het is allemaal misschien heel tactisch voor de kijker, hè, maar probeer altijd met een overmacht te komen, een overwicht in de wedstrijd. En als je dan voorop rijdt met een andere renner, moet je nadenken wie zit achter jou en wie zijn jouw ploegmaten en kan je wel zeker winnen op deze manier of moet je toch beter terug laten zakken. Het is altijd denken aan het ploegbelang. Ja, ik zelf heb geen inslag, zeg maar. Men vond mijn vroeger te lief en nog steeds. Maar ik heb wel momenten gehad in de wedstrijden vroeger waar ik dacht van, hey, heb ik nou eigenlijk daar goed aan gedaan om te veel aan mezelf te denken? En dan voelt dat op dat moment misschien niet fijn of dat niet zo bij mijn karakter past. Maar aan de andere kant heb je wel nodig om de top te halen. Hè? Ik zal een voorbeeld geven. In het jaar dat ik de Onder de Kempen won, dat was toen een tijd een A-klassieker noemde men dat. Er waren er 8 van in Nederland. En ik kwam in een situatie terecht, het einde van het jaar, in de Ronde van Midden-Nederland. Waar ik voorop kom in de finale, 40 km voor de streep, met ploegmaat Frank Kersten. Was toen ook nog mijn zwager. Ik had de verkering met mijn zus. En we komen de laatste kilometer in. We hadden 40 kilometer voor het peloton uitgereden. En toen komt de ploegleider, Piet van der Kruis, zeggen, Frank Kersen moet winnen. En die draait zijn raampje weer omhoog en die gaat naar achter toe. En ik denk, ja, hoezo? Ik heb net zoveel gewerkt als Frank Kersen, dus waarom moet ik hem laten winnen? En dan begin je te denken, ja, moet ik dat doen of moet ik het niet doen? Ik heb van een A-klassieker gewonnen. Maar ja, als ik er 2 win, dan heb ik misschien een grotere kans om beroepsrenner te worden. Dus bekijk het maar, ik ga zelf sprinten. Dus ik win. Hè. Dus dan,
ja, dat is toch een teken dat je ook wel op een bepaald moment voor jezelf kunt kiezen. Dan moet je wel een bepaalde hardheid hebben en toch je eigen zin doordrukken. Na de wedstrijd is dan Piet van der Kruijs naar mij toegekomen en toch te feliciteren en heeft er geen woord meer over gerept. Dus het kan ook zijn dat men ook het probeert uit te testen. Oké, hoe zit je in elkaar? Ben je zo of ga je toch via je kans? En, ik denk dat het ook een test is van hoe hard je bent, zeg maar, en hoe hard je voor jezelf kunt zijn en ook voor anderen kunt zijn. Ik heb het zomaar uitgelegd in ieder geval. Ja. Nou, toen ik 3 jaar amateur ben geweest, toen ben ik dus overgestapt naar de beroepsrenners. Ik heb als amateur in totaliteit 28 wedstrijden gewonnen. Dat is best wel wat aantal. En ook daarin ben ik er eigenlijk weer toevallig tegen Adrie van Houweling gelopen. Die was toen bezig met zijn laatste wedstrijd, laatste seizoen als renner. En die reed bij het Belgische Roland Scala. En na die ontmoeting op de fiets is hij mij gaan volgen. En omdat ik tweede werd in Sterven Brabant en onder de Kempen won, was hij al snel overtuigd dat ik hoger op kon. En die heeft mij aangedragen bij zijn ploeg, Roland Scala. En daar heb ik mijn debuut gemaakt in 1988. Ik werd door Arvid Houwelingen toen mijn tijd wel getypeerd als hardrijder, zeg maar, tijdrijder. Achterrijder die ook in een kleine groepje een sprint kon winnen. Ik was zeker geen klimmer, hè, dus ik ben wel iemand voor de vlakke en voor de heuvelachtige treinen. En ze hebben me ook uitgetest. Ik moest een koppeltijd rijden met Jesper Skibby, een Deense hardrijder, die bij die ploeg gereden. Het was een koppeltijdrit waar een prof werd gekoppeld aan een amateur. En daar werd ik echt wel uitgeprobeerd, zeg maar, of ik dat niveau aankom. En dat was afzien trouwens, maar na die koppeltijdrit toen hebben ze me verteld dat ik prof kon worden. Ik werd daar dus echt wel getest, zeg maar, op de fiets. Kijk, tegenwoordig wordt men getest in een ziekenhuis en dan worden wattages gemeten en dan zien ze al heel snel wat voor inhoud iemand heeft. Dat wil niet zeggen dat het dan een goede wielrenner is, hè, maar dan hebben ze in ieder geval in de gaten of iemand een grote motor heeft. Dat was natuurlijk 30 jaar geleden nog niet. Hè? Dus dan werd je echt gewoon op de fiets getest met een andere hardrijder erbij. En soms gebeurt dat dus, zoals ik al zei, net een koppeltijdrit. Maar dat gebeurt ook wel eens op trainingskampen. Hè? Dan laten ze de jonge renner meegaan. Nou, laat maar zien wat je kunt tegen deze doorgewinterde profs. Ja, buiten de testen die ze doen, zeg maar. Kijkt men heel erg naar karakters. Hè? Dus, deze vroeger ook uiteraard wel. Maar nu, zeker bij een team als Sunweb, wordt heel erg naar karakters gekeken. Of het in die ploeg past, of het in een structuur past. Aan de andere kant denk ik van de toppers, of het nou in wielrennen is of in voetbal. De toppers zijn altijd wel speciale karakters. Ik zal niet zeggen lastige karakters, maar het zijn toch meestal wel speciale mannen of vrouwen. Dus, En misschien ook wel egoïstisch. Ik ben beroepsrenner geworden bij Roland Scala. Ik had daar een 2 jaar contract. Maar die ploeg hield na een jaar op te bestaan. Ze kregen geen uitnodiging voor Tour de France. En de spons werd teleurgesteld. En stopte ermee. En toen ben ik bij PDM terechtgekomen. Via Manfred Krikke. Toenmalige manager van de wielerploeg die in Knechtsel woonde. En daar heb ik een schitterende tijd gehad. 4 jaar PDM was toen de tijd de grootste ploeg ter wereld. Moderne ploeg met Rooks en Teunissen in het begin jaren. Later nog Breukink en Kelly. Daar heb ik 4 jaar bij gefietst. Toen stopte PDM. En heb ik toen een contract kunnen tekenen bij ZG Mobili in Italië. En bij PDM heb ik nooit de Tour de France gereden. Wel 2 keer de Ronde van Spanje, de Vuelta. Maar bij ZG Mobili heb ik Tour kunnen rijden. In 1993 heb ik dan mijn enige Tour gereden. Ik reed dus voor de Italiaanse ploeg ZG Mobili en ik was best wel onzeker eigenlijk toen ik erheen ging. Want ik was ziek geworden in juni, ik had slechte voorbereiding gehad. Dus ik was echt wel benieuwd naar waar ik stond. En ik kon eigenlijk best wel goed prologen rijden. Maar ik zag de uitslag s'avonds.
dan komen ze altijd in het hotel dan de uitslag brengen, zeg maar. En ik zat het eerste blad te krijgen, en het tweede blad, en het derde blad. En ik stond echt op het laatste blad. Ik was 170 of zo geworden, of 160ste. En ik denk, oh, wat gaat dat hier brengen, deze tour? Maar ik, na een paar dagen kwam ik er snel in en toen kwamen de eerste bergen. En ook daar was natuurlijk een onzekerheid, ik was geen klimmer. Maar ik, wonderwel, kwam ik eigenlijk best wel goed boven. Altijd in de eerste groepen, zeg maar. Altijd een beetje rond de plek 50, 60, 70. En wij zaten altijd met dezelfde renners. Dat was altijd de vaste groep met Mark Sergeant en Guy Nielis en zo. En wij pikten altijd de kopstukken op die voor losten. De kopmannen die dan voor net niet konden bolwerken. We hebben Erik Brugget opgepikt en zo, die doorheen zakte. En, zo. En die viel dan bij ons terug. En het was wel mooi dat al die mannen af en toe eens keken. Ja, wie zit dan hier in die groep? Hè? Dan zitten de kopmannen van een ploeg bij mij in mijn groep. Hè? Dat is, en ik kan me ook herinneren dat wij op de Col de Isoir en Col de Vars zaten in een groep. Ik heb er nog een foto van thuis, dat ik eigenlijk net punt stond te lossen, vlak voor de top. Maar achter mij loste Lance Armstrong. En die staat op de foto, die zit eigenlijk bijna in mijn wiel, maar bijna op lossen, zeg maar, van mij. Jaren later is het andersom gegaan natuurlijk, maar Lance Armstrong werd een maand later zelfs wereldkampioen. Maar dat is wel een mooie foto om te hebben. Iemand, een wereldkampioen die zo in je wiel zit te sterven. Nou ja, als ik op terugkijk, zeg maar, op die tour en vertel dat ik in het begin onzeker ben en dat je niet weet waar je staat en je komt in zijn eerste bergrit en je merkt dat jij niet meteen lost, maar met de beter mee kan, dan krijg je natuurlijk wel een kick en dan gaat het mentaal ook spelen. Hè? Want dan voel je je sterk ook voor de andere dagen. Dan is er vertrouwen in één keer daar. Dus het mentale aspect is buiten het fysieke erg belangrijk. En dat is in die tour wel gebleken, want ik na die eerste bergen kon ik echt niet meer stuk. Nou, als ik iets wil weten over een col, dan ging ik inderdaad mijn ploegmaat te vragen. En dat is ook een grappige anekdote, als we dan in Spanje reden en we wisten niet iets over een col, dan gingen we altijd aan Mathieu Hermans vragen. Hè? De sprinter uit Drunen, die reed voor Spaanse ploegen. En dan gingen we vragen aan Mathieu, hoe is die col? En dan zei hij altijd standaard, lang maar stijl. Voor afdalingen heb ik geen schrik, nooit gehad. Elke wielrenner kijkt uit naar een afdaling, neem ik aan, als je zo lang bergop gefietst hebt. En ik vond het heerlijk om af te dalen. En, buiten dan de dagen dat het echt slecht weer is en regen naar beneden toe, dan is het altijd wel gevaarlijk, hoor, daar niet van. Maar ik ben dit jaar nog naar Alpe d'Huez geweest met mijn zoon en ik kon bergop niet bijhouden, maar afdalen. Oh, dat was heerlijk weer om een keer weer mee te maken. Een col van 15 kilometer naar beneden. De mooiste wedstrijd voor mij is Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. Maar ik heb in de Ronde van Vlaanderen nooit echt goed kunnen rijden. Nooit een goede uitslag gereden. En Parijs-Roubaix heb ik één keer meegedaan voor de overwinning in 1990. Ik werd er uiteindelijk 13e. Maar ik kwam in de kopgroep verzeild in de finale met Eddie Plankaert en Steve Bauer en Edwin van Hooijdonk. En ik werd op de ene lastige zijstrook, Carrefour de Laberwerk, werd gelost. Door onervarenheid, want toen de tijd hadden we de commandeurs nog op je frame, zeg maar, voor te schakelen. En ik moest mijn handen los doen van het stuur om te kunnen schakelen, maar dat ging op die kassei niet. Ik had het gewoon te licht staan en Steve Bauer demereerde en Van Hooijdonk achteraan en Plankaert en ik kreeg het gewoon niet gebolwerkt en kom die kassei af en kon ik schakelen. Maar ik kwam te kort om terug te rijden. En in de straat van Roubaix werd ik ingelopen door een groep erachter met Kelly en een aantal mensen, een aantal goede renners, Museo van der Poel. En ik werd 13e, maar ja, dat was wel ook wel een mooie herinnering, moet ik zeggen, en een van de grootste wedstrijden van het jaar. Dus ik prijs er best nog wel favoriete wedstrijden waar ik elk jaar graag naar kijk. Ja, in 1993, toen de Franse race, zeg maar, toen zat ik in een Italiaanse ploeg. En toen sijpelde al toen berichten door van dat er met twee snelheden gereden werd. Hè? Dus dat er EPO in de sport gekomen was. En zag ik langzaam dat Nederlandse Belgen langzaam niet meer aan de pas kwamen. Zuidelijke landen, renners die wel. En in de tijd dat ik daar een tour reed, was het allemaal nog onduidelijk. Maar ik weet wel dat
toen een tijd dokter van mijn ploeg bij me riep de laatste dag. En die zei van, wij doen hier bij de ploeg niks aan, maar we zien wel wat er gebeurt in de wielersport. En het is aan jou de keuze of je daar mee wil of niet mee wil. En dat gaat dan over EPO-gebruik. Ja, ik heb dat niet gedaan. Achteraf gezien denk ik dat daar ook wel mijn carrière een klein beetje gekanteld is. Hè? Want ik was geen toptalent. Ik won wel wedstrijdjes bij de profs ook wel. En ik ben een paar mooie uitslagen gereden. In Parijs-Roubaix en een Ronde van Luxemburg. Ik had wel langzaam het gevoel van ik ben een soort van middenmotor tussen de profs. Vaak in de rol van knecht, denk ik. En die rol heb ik daar niet nodig. Hè. Maar je ziet, na 1994 heb ik eigenlijk alleen op een lager niveau nog goede uitslagen gereden, maar op topniveau echt niet meer. En dan een goede uitslag bedoel ik toen tijd categorie 1, categorie 2 wedstrijden. Dat was een beetje zo mijn niveau. Hè. Ik heb nog de Ronde van Limburg nog gewonnen. Ik heb wel redelijk goede uitslagen gereden, maar niet meer op het niveau van Parijs-Roubaix of Ronde van Vlaanderen of Tour de France. Ja, ik kwam vanaf 1995 bij wat kleinere ploegen terecht. Of bij een klein Nederlands ploegje, Verel door Rade Golf. Overigens een heel leuke 2 jaar gehad met Nederlandse renners. Zoals John Thalen, Eddie Bouwmans, Michel Cornelissen. Dat waren echt 2 leuke jaren. Maar ja, dan die ploeg stopte. En toen kon ik een contract tekenen in Duitsland. Maar dat was nog kleiner. En dan kom je echt wel aan de onderkant van de profsport terecht. En toen heb ik voor mezelf een keuze gemaakt van dat wil ik toch niet meer. Ik ben nu 32 en het wordt tijd om iets anders te gaan doen. En toen ben ik eigenlijk nog terechtgekomen in de wielersport. Want fietsenfabrikant MGI fietsen, die sponsorde toen een continentale ploeg. Een soort combinatie van amateur, prof, semi-professioneel niveau. En die vroeg of ik nog 2 jaar wilde fietsen om af te bouwen bij die ploeg. En ook bij hun aan de slag kon gaan als vertegenwoordiger. Dus ik werd gecombineerd part-time wielrenner, part-time vertegenwoordiger. En dat heb ik 2 jaar gedaan. En ja, toen was het echt afgelopen daarna. Nou, toen ik in 2000 niet meer op de fiets zat, ben ik bij diezelfde ploeg MGI fietsen ook ploegleider geworden. Met jonge gasten omgegaan, dat is hartstikke leuk. En ik kwam ook in onder de camper terug en ik zat naast de ploegleider van dienst. Dat was Arthur van Dongen, die nu bij Jumbo-Visma ploegleider is. En ik zit in onder de camper, was toen bij een wedstrijd. Hè. Een keer gewonnen, een keer tweede geworden. We zien op een gegeven moment rechts van ons op een zandweg een peloton voorbij komen steken. En ja, het bleek dus dat het peloton verkeerd gereden was in die editie van onder de camper. Na die wedstrijd, of een paar weken na de wedstrijd, is de organisatie van onder de camper naar mij toegekomen. Om te vragen of ik een deel wilde maken van de organisatie. En met name als koersdirecteur. En de koersdirecteur is dan iemand die in de wedstrijd zelf nog beslissing kan nemen namens de organisatie. Wat betreft parcours of in ieder geval waar de organisatie ook een klein beetje zelf zeggenschap houdt, zeg maar, in de wedstrijd. Ja, ik heb er uiteraard ja gezegd, want die mensen die in die organisatie zaten, waren ook allemaal mensen die vroeger mij gesteund hebben als wielrenner toen ik bij TWC Tempo begon. Albert Donkers, Henry van den Biggelaar, allemaal de bekende namen bij ons in de organisatie van Onder de Camp. Dus ik heb uiteraard ja gezegd, zonder te weten wat het me precies inhield. En het was in 2000 en nu is het 2020 en ik zit nog steeds in de organisatie van de omloop. Dus dat hoort erbij. Een beetje steun geven aan de plaatselijke organisatie. Nou, dit jaar is wel een vreemd jaar, hè, met het coronavirus die rondwaart. En namelijk in sport heel veel slachtoffers geëist heeft. Ik ben zelf ook werkzaam in de sport, dus mee te maken. En ook bij de onder de camper hebben we mee te maken gehad. Je ziet wel dat dan een deel van de mensen zeggen in de organisatie ook van laten we maar een jaar overslaan. Maar ook een deel die zegt dan we gaan toch proberen om het later in het jaar te organiseren. En ik was ook zo eentje van hoor. Maar we hebben eigenlijk gewoon te weinig steun gekregen om het te kunnen doorzetten. We hadden eigenlijk voor ogen om dat in september te organiseren. En achteraf gezien is het maar goed ook dat we het niet organiseren. Alles op 2021. Maar het is wel een heel vreemd jaar. Ja.
Ja, we hopen dat het geen schade toe gaat brengen aan de organisatie. Ik denk dat de meeste van onze sponsors gebleven zijn of zullen blijven. De meeste mensen die in de organisatie zaten, die gaan ook door. Dus als wij het budget een beetje bij elkaar kunnen krijgen en we krijgen de steun van de gemeente Veldhoven weer, dan staat hij volgend jaar wel gewoon. Ja, het is een zware taak voor bepaalde personen in onze organisatie om al die vrijwilligers bij elkaar te krijgen die dan volgend jaar ook weer moeten staan. Maar we hebben ondertussen in de laatste jaren in de campen een goede naam gebouwd, een grote groep van vrijwilligers. Want het gaat echt niet alleen Veldhoven, het gaat echt tot aan Lux-Gerstel, Reuzel, overal in alle dorpen aan toe. En elk dorp heeft dan een eigen wielerclubje die ons steunt. En dat is fantastisch om te zien en die gaan volgend jaar wel meedoen, daar ben ik van overtuigd. Nou, ik ben in 2002 begonnen bij het bedrijfje Cycling Service. Dat was Gerry Vergerwe die toen een tijd contracten deed maken tussen organisatoren van wielerwedstrijden en renners en ploegen. En dat gaat dan met name om criteriums. Tenminste, toen de tijd was het echt met name bekend om de criteriums. Hè. Daar moest een wielermakelaar aan te pas komen om die grote renners naar de Nederlandse criteriums te halen. Dat deed dus Gerry Vergerwe. En ik ben in 2002 als zijn rechterhand begonnen. En in 2006 zijn we zelfstandig zonder Gerry doorgegaan. Die zocht een andere uitdaging bij een Duitse wielerploeg, Milram. En wij zijn zelfstandig doorgegaan met het bedrijfje. En, wat houdt er eigenlijk precies in? Je hebt eigenlijk twee groepen van wedstrijden. Dus wegwedstrijden voor ploegen. Hè. Dan praten we over Amstel Gold Race, Ronde van Vlaanderen. Maar ook Ronde van Midden-Zeeland of Ronde van de Rente. Daar maken wij contracten met wielerploegen. Dus de organisatie geeft ons een bepaald budget en bepaalde wensen. En wij zorgen of proberen de beste ploegen naar die wedstrijd te krijgen. Bij de criteriums, na de Tour de France, werkt dat weer anders. Hè. Dan ga je met renners om tafel. Hè. Dan moet je proberen de beste renners naar het criterium te krijgen. En dat is heel afwisselend. En ook elk criterium heeft weer een ander budget of een andere insteek. De ene wil alleen maar Nederlanders en de andere wil buitenlandse toppers. En andere, bijvoorbeeld Melvin Maris, heeft weer een ander budget. Dus die willen een paar goede Nederlandse toerrenners en dan zijn ze tevreden. Dus iedereen heeft een andere insteek, maar wel heel erg leuk. Heel erg druk tijdens de zomermaanden. Dat is het werk van de wielermakelaar. Er zijn een aantal criteriums die altijd de gele trui willen. Dat heeft uiteraard met budget te maken. Vroeger was hier Ronde van Stiphout in onze regio natuurlijk het grootste criterium. Helaas bestaan die niet meer. Maar er zijn een aantal criteriums zoals Daagse na Toeren Boxmeer en Acht van Kaam en Ronde van Surres de Veen en Drijvende Kraai in Roosendaal. Die willen graag de toppers aan start en met name dan natuurlijk de gele trui. Als wij proberen de toppers te krijgen of de gele trui te krijgen, de budgetten zijn niet onbeperkt. Hè. Dus wij leggen meestal voor, nou, we hebben met deze renner gesproken, hij is beschikbaar, maar hij vraagt deze prijs. Willen jullie dat? En vaak komt het nog weer terug van, ja, probeer maar iets minder en dan ga ik weer terug om te onderhandelen. Maar de prijs is aan de ene kant wel heel belangrijk voor zijn renner, aan de andere kant, we hebben een renner als Chris Froome een paar keer hier gehad en die heeft vier keer de Tour de France gewonnen. En die kent niet de cultuur van criteriumsrijden, daar wist hij eigenlijk niks van. Maar hij had wel gehoord van, ja, je wint de Tour de France en dan moet je criteriums komen rijden. Hij vindt dat bij de taken van een Tour de France winnaar horen, zeg maar. Dus, en dan speelt geld alweer een minder grote rol. Hij wil gewoon komen en wij moeten maar kijken wat dan haalbaar is. Hè. Dat is een andere insteek. Ik heb meestal ook niet echt heel veel grote discussies met renners, soms wel bij managers. Maar budget is er erg belangrijk, maar gewoon ook echt de wens van zo'n organisatie. Wat wil jij? Hè? En dan gaan wij wel kijken wat mogelijk is. Het is ook niet zo dat wij onbeperkt een budget krijgen. Want nou, hier hebben we 100.000 euro en doen maar mee wat jullie willen. Zo is het niet. Wij leggen echt wel elke renner voor aan die organisatie. Van deze renner kost zoveel, wij vinden van oké, okay, of niet oké, okay, en dan gaan we verder. Ja, ons bedrijf heet Cycling Service, dus we zijn een soort van serviceverlenend bedrijf geworden ook. Hè. Vandaar dat ik ook al zei, we doen ook andere dingen aanbieden, zoals hotels en dergelijke. En wij weten gewoon ook dat die ploegen die
van Spanje komen of in Italië komen, maar ook van overzees of zelfs China. Vaak bij ons melden voor wedstrijden, maar ook voor andere zaken. Of ze hebben personeel nodig, of ze hebben een auto nodig, of ze hebben wat nodig. Ja, dat komen ze bij ons terecht. Je krijgt vaak aanbiedingen van kleine ploegjes en dan weet je niet goed waar je mee moet. Maar aan de andere kant weet je ook niet wat dat in de toekomst wordt. Hè. We hebben een paar grote ploegen nu, die hebben wij geholpen toen ze nog heel klein waren. We hebben bijvoorbeeld Bora, dat was een heel klein ploegje. En die vroegen ons te helpen met het programma samenstellen. En is langzaam uitgegroeid tot een wildtoerploeg. Daar zijn ze ons steeds dankbaar voor. En dat geldt ook voor Team NTT. Hè. Zuid-Afrikaanse ploeg, die waren echt klein toen ze ons aanklopten. Als wij nu zeg maar een keer naar hun een gunst vragen van kom alsjeblieft rijden in die wedstrijd, dan zullen ze ook hun best doen om ons te komen helpen. Zeg maar. Dat is een soort wisselwerking tussen ploegen en ons geworden. Dat is wel mooi om te zien. Ja, we hebben met ons bedrijf best wel meer dan een fulltime dagtaak aan, dat we niet alleen maar contracten maken, maar ook de hele administratie eromheen verzorgen, dus de financiële administratie. We doen aangifte bij de Belastingdienst. Een renner uit het buitenland te zien toegekomen en die verdient bepaald geld, maar dan moet wel aangegeven worden bij de Belastingdienst. Wij ontzorgen de organisatie voor deze financiële romslomp. Wij zorgen voor jaaropgave op het einde van het jaar. Wij verzorgen ook de uitbetaling van prijzengeld. Dus we doen alle aangiftes rondom prijzengeld, rondom startgelden, die verzorgen wij, alle uitbetalingen. Dus we hebben ook al anderhalve kracht op kantoor zitten die dagelijks bezig is met de financiële afwikkeling van al deze contracten. En daarnaast hebben we nog andere zaken lopen. We doen ook hotels aanbieden. In deze tijd nu, wij doen zelfs nu coronatesten aanbieden. We hebben een Belgisch laboratorium gevonden die in België rondrijdt met een medisch team. Die ploegen langs gaat om een coronatest te doen. Want de renners moeten 3 dagen voor de wedstrijd getest worden. Wij bieden een service aan, coronatesten. De zomermaanden zijn voor ons heel erg druk uiteraard met die criteriums. Dat begint al voor de Tour de France. Maar het hoogtepunt voor ons, of onze drukste dag van het jaar, is de tweede rustdag in de Tour. Dan is duidelijk hoe de rollen liggen binnen de klassementen van de Tour. Dan is ook duidelijk welke renners de organisatoren graag aan start willen hebben. Dus dan gaan we op pad en hebben we van tevoren al contact gehad met renners en managers. Maar die dag moeten dan contract getekend worden of we moeten mensen nog een keer spreken en nog een keer onderhandelen. Zo'n tweede rustdag is echt ontzettend hectisch. Dat is van 's ochtends 8 uur tot 's avonds 12 uur continu in touw om maar mensen te spreken en contracten te tekenen. Organisatoren die continu bellen van heb je al nieuws. Dat is erg druk, ja. Maar ja, dit jaar is Tour de France niet geweest en dan mis je het ook alweer. Hè. Als die Tour de France plaatsvindt en die tweede rustdag, dan is het altijd, zie je het tegenop omdat het zo hectisch is. Maar nou is het jaar niet geweest en dan mis je het weer, zeg maar. Dan mis je die hectiek rondom de wedstrijden. Op zo'n rustdag dan toeren we wat af, maar als een rustdag in een grote stad is, dan zitten de ploegen meestal bij elkaar. Maar je ziet ook vaak een rustdag in Ardèche, maar dan liggen ze echt 100 kilometer uit elkaar. Hè. Dus dan is het de hele dag rondrijden van hot naar her om die renner te kunnen spreken. Ja, wij zoeken ook altijd een plek uit dichtbij hotels, zeg maar, of dichtbij waar de grote ploegen in ieder geval liggen. Maar ja, dat is niet altijd vanzelfsprekend. Dan zijn afstanden wel groot en je moet ook overal bij kunnen komen ook. Hè. We hebben wel meestal accreditatie van de Tour kunnen wel binnen, maar het komt er nooit voor dat ze ook echt hotels afsluiten voor het publiek, wat anders te hectisch is. Nou, ik heb een directe collega, Martin Versteen, die ook een ex-wielrenner. Dat is mijn directe collega, zeg maar, waar wij samen mee naartoe gaan, waar we samen alle contacten leggen, contracten maken en in zijn tweede rustdag doen we onszelf ook verdelen. Martin doet dan die ploeg en die renners en ik doe die ploeg en die renners en dan komen we ergens later in de middag of in de avond elkaar weer ergens tegen. Dus alleen is het echt niet te doen op zo'n rustdag. Dus we hebben tweeën en dan thuis op kantoor nog een teampje van 2 personen die administratief alles oplossen. Nou ja, in mijn werk, zeg maar, of hetgeen wat we doen, zijn een paar dingen wel belangrijk. Hè. Je netwerk, zeg maar. Je, je,
Veel van de mensen in de wielerploegen zijn eigenlijk allemaal ex-beroepsrenners. Dus ex-collega's van mij. Dus we kennen elkaar door en door. Dus dat is heel belangrijk, netwerk. En aan de andere kant ook belangrijk is zijn talen. Hè. Ik spreek het uiteraard Nederlands en Engels en Duits. En ik heb ook nog door het jaar dat ik in het peloton gefietst heb ook wel Frans en Italiaans leren spreken. Ik heb een jaar Italië gefietst, dus sowieso kan ik wel Italiaans. Niet vloeiend, maar ik red me er wel mee. Eén wat me niet goed lukt is Spaans. Als ik Spaans probeer te spreken, dan gooi ik Italiaans en Frans door elkaar heen. Dat lukt me niet goed, maar met deze talen kan ik me prima redden. We hebben nu na najaar veel wedstrijden nog staan, zeg maar. Hopen dat die allemaal doorgaan. En dan komt dadelijk ook nog het veldritseizoen aan. Maar het is allemaal kantje boord of het allemaal door kan gaan. Zonder publiek of met beperkt publiek. En als ik dan terugkijk over dit jaar, hebben we natuurlijk al een slecht jaar gehad. Hè. Ook zakelijk gezien, zeg maar. Maar ook voor de sport of sowieso in evenementen. Het is allemaal stilgelegen. Onze laatste wedstrijd is geweest begin maart in West-België. En we stonden eigenlijk klaar voor de Ronde van Drenthe. En die werd daags voor de wedstrijd afgelast. En sindsdien geen wedstrijd meer gehad. En we zijn weer herbegonnen augustus met een paar wedstrijden in België. Vreemd jaar, zo, zonder tour, zonder criteriums, zonder al die wedstrijden. Welke renners bewonder ik meestal? Ik heb van vroeger uit natuurlijk al een bepaalde idolen gehad. En het was een bepaalde type renner, eigenlijk altijd wel. Een klassieke renner vond ik altijd wel mooi, hè? Die Ronde van Vlaanderen won of Parijs-Roubaix won. Types als Sean Kelly en Adrie van der Poel waren vroeger wel mijn favorieten. Maar, en daar ben ik later ook mee in de ploeg terechtgekomen, bij beide. Dus dat is wel mooi. Maar nu kijk ik ook wel echt mijn bewondering uit naar de klassementrenners, moet ik zeggen. Omdat om heden ten dagen, of nu zeg maar, te kunnen presteren in een grote ronde, moet er echt heel veel opoffering gedaan worden. Met name heel veel hoogtestages, trainingen, vaak lang weg van familie. Dat is echt zwaar. Het mentale aspect is daar niet te onderschatten. En zeker nu in die coronatijdperk dit jaar geweest is, zijn echt renners gewoon 2 maanden van huis geweest. Hè? Allemaal in die bubbel, geen familie erbij. Tour de France volgen. Dan mag je weer naar huis. Hoeft Tom Dumoulin 3 dagen thuis geweest is. Die heeft dan nog geen kinderen. Maar degene die kinderen hebben, is dat toch wel een hele opgave. Ja. Wat bepalend is in mijn wielerleven is wel de winst in onder de Kempen, hè, voor mijn eigen volk. Maar het is ook de stap geweest naar hogerop voor mij. En ja, dat is mijn mooiste wielermoment, zeg maar. Hè. Als je als 19-jarige Veldhoven binnenkomt rijden, je bent Veldhovenaar en je wint daar een van de grootste wedstrijden. Dat is een geweldig moment. Zelfs nu nog vragen ooit mensen, ook vragen jeugd van, waar ben je nou precies weggereden? Waar was het eigenlijk precies? Ja, was dat bij de kinderboerderij? Ja, bij de kinderboerderij. Die vragen krijg je nog. Dus die winst van onder de Kempen is voor mij erg belangrijk geweest voor mijn stap. Want toen kreeg ik besef van, misschien kan ik wel iets meer bereiken dan alleen amateur wielrenner te zijn. Ik was in 1992, had ik reken Parijs-Nice en ik werd 5e in de proloog. Wat voor een jonge renner een geweldige uitslag was eigenlijk. Ik liet Fignon achter mij, kan me herinneren, en Bougnou ook. En een dag later was een ploegentijdrit, die wonnen we helaas niet, we werden 2e met PDM. Maar ik kwam wel kort het klassement daardoor te staan. En toen kregen we een rit naar Saint-Étienne. En dat was een col van tevoren, col de la République. En daarna een afdaling en dan finish. En ik stond dus kort het klassement. En ik was op die col langs mijn achteren zakken. En op een gegeven moment, het waren al veel gelost. En ik stond ook een punt om te lossen. En we kregen een klein beetje zijwind zo op de berg. En ik denk, nu moet ik lossen. Het was ongeveer nog 1 kilometer naar de top. Ik moet lossen. En ik wilde lossen. En toen voelde ik een hand tegen mijn kont aan komen en die bommen te duwen. En die duwde me even zo 200 meter berg op. En ik durfde niet om te kijken van wie het was. En toen kwam een vlakke stukje en toen keek ik om. Dat was het Gianni Bugno in zijn wereldkampioentrui. Die zag mij lossen. En achter hem was iedereen gelost. En dus wij waren de laatste en één laatste. En hij duwde mij gewoon 200 meter. Dat is echt onvoorstelbaar. Ik moest lossen en hij gaat gewoon een andere renner duwen. Van een andere ploeg. Mooi moment, moet ik zeggen. Ik heb dat 20 jaar later nog wel eens een keer verteld. Weet je dat nog? Daar wist je niks meer van, maar ik wist het nog wel. Ja.
Ja, als je de Tour de France gereden hebt, zeg maar, en je en die Champs-Élysées oprijdt, is een geweldig gevoel. En elke renner zal dat beamen. En ik hoor ook renners die zelfs al 10 keer de Tour de France gereden hebben. Als ze daar komen en zien die Champs-Élysées, dat is kippenvel een moment. Ik heb ook 2 keer rond Spanje gereden en Madrid is er ook wel een beetje, maar toch niet zoals Champs-Élysées. Dat is, Tour de France is wel de wedstrijd van het jaar. Hè? Als je vertelt dat je wielrenner bent geweest, dat is de eerste vraag. Heb je Tour de France gereden? En, nou, ik moet zeggen, dat was een erg mooi moment. Ja, zeker. Champs-Élysées. Dat is kippenvel.